Jafar Arias heeft zondag tegen PSV zijn officiële debuut gemaakt voor FC Groningen. Arias verving in de 83ste minuut van de wedstrijd Joël van Nief. Dankzij een 1-1 gelijkspel tegen de koploper werd het een extra mooie dag voor de belofte speler die in 2012 overkwam van AGOVV. Ja, dit is natuurlijk een hele mooie wedstrijd om in te vallen. Dit is iets waar je heel lang voor gewerkt hebt en ja, met het publiek erachter en zo is alleen maar kippenvel eigenlijk. Ik ben nog steeds aan het bezinken eigenlijk. Ja, ja. Ja, kun je het al een beetje bevatten? Nog niet eigenlijk. Ik denk als ik thuis kom dat het echt gaat beseffen, zeg maar. Wanneer hoorde je dat jij daadwerkelijk op de bank zou gaan zitten? Ik hoorde het gisteren tijdens de training. De trainer kwam naar me toe en zei dat het een beloning was voor mijn harde werken de afgelopen weken. En ja, toen zat ik erbij. Ja. Weet je kunnen slapen vannacht? Moeilijk, eerlijk gezegd. Heel moeilijk. Ja, en dan val je in. Wat voor opdracht krijg je dan mee? Nou, ik krijg een opdracht. Mijn kwaliteit is natuurlijk dat ik sterk aan de bal ben. En ik moest gewoon de ballen vasthouden zodat het team om me heen kon voetballen. En ik denk dat het aardig is gelukt. Martijn van der Laan maakte tegen PSV na ruim 3 maanden blessureleed zijn rentree in het eerste elftal van FC Groningen. Kort voor tijd was Van der Laan meteen belangrijk door een inzet van Depay van de lijn te halen. Lekker om weer terug te zijn. Helemaal in zo'n thuiswedstrijd tegen PSV is natuurlijk heerlijk. En meteen belangrijk. Ja, klopt. Ik stond gelukkig op een goede plek en kon gelukkig een doelpunt voorkomen. Heeft Sergio jou nog bedankt? Ja, die riep je gelijk na de wedstrijd. Zei hij al van, ik kan wel vierde keeper worden.